Ja! Oh! Oh my god! Hé? Oh! Hoe kan je altijd 6 gooien? Ik heb een geluksdag! Ik hoor je denken, hè? Hoe kan dit meisje de hele tijd 6 gooien? Nou, dit is Pien. 4 jaar oud. En vandaag ga ik Pien de hele dag pranken. Nou ja, niet zo pranken. Maar ik hou haar de hele dag volledig voor de gek. Ze denkt namelijk dat ze de hele dag geluk heeft, maar stiekem hebben wij alles voorop gezet. Inclusief acteurs, van tevoren opgenomen radiostemmetjes, magische dobbelstenen en nog veel meer. En Pien weet dus van niks. Ik snap hier helemaal niks van. Doei. Dit wordt lachen. Soms zijn er mensen die hebben heel veel geluk dat ze dan net op tijd de trein hebben gehaald. 1 seconde. Weet je wat we wel kunnen proberen? Je hebt een spelletje op de radio, het geluid, dan hoor je een geluidje en dan moet je raden wat het is. En dan als je dan goed hebt, dan ben je prijs. Sfeertje. Radio 538, raad het geluid. Dit is het geluid. Goed luisteren. Handen, ze gaan klappen. Weet je toch makkelijk? Nou, dan kunnen we even insturen. Ik ga even bellen met de radio. Goedemorgen. Is dit de radio? Dit klopt, dit is zeker de radio. Met wie heb ik het genoegen? Met Calvijn en met... Waarom heb jij gebeld? Calvijn doet dat oké? Wij denken dat we het geluid hebben geraden. Klappen! Handen aan die klappen! Als het goed is, wat winnen we dan? Jullie winnen dan een lekkere lunch in Villa Orlof in Utrecht. Zeg, man! Kan je mij goed verstaan trouwens, Pien? Ik versta je toch? Ik ga het nu in de computer invullen. Pien, ik heb het antwoord. We zijn er klaar voor. Het antwoord... Dat is helemaal goed. Je hebt het hartstikke goed. Wat een geluk. Ja. Yeah. Je hoort toch dat het handen zijn? Ik snap hier helemaal niks van. Doei, dat was het mannetje van de radio. Ik heb het gevoel dat het vandaag jouw geluksdag is. Ik weet het wel, want ik kan raden. Raden is waden. Raden is waden. Je moet zuinig zijn wat je hebt, toch? Dat klopt. Ik ben hier echt zo zuinig voor. Want ik vind dit ook mooi, hoor. Weet je waar ik heel zuinig op ben? Op mijn pet. Die moet ik niet kwijtraken vandaag. Oké, dit wordt mooi. We zijn begonnen. Hij staat heel mooi. Ja, hij staat dus heel mooi. Hé, is dat nou? Wat ligt er op de grond? Wat mooi. Dus iemand die kwijtgeraakt. Of hij valt uit zijn zak. Kijk, er staat wel wat op. Jamaica Dreef 19. Misschien kunnen we dan wel terugbrengen. En hier zit... Daar zitten alleen maar nummers in. Hé? Hé, dit is een bingo kaart. Wie ligt nou in zijn portemonnee mee in bingo kaart? Ja, dat is waar. We moeten terugbrengen. Ja. Misschien krijgen we dan wel een beloning. Misschien zegt ze dankjewel. Dat zou wel leuk zijn, hè? Ja. We moeten dit fixen. Ja. Detective Pien, ja? Ja. Box. We lopen rustig die kant op. Yo, ik laat hier dus expres mijn pet achter en deze mysterieuze papi neemt hem zo mee. Je komt er straks wel achter waarom. Wauw! Kom, we gaan deze kant op. De portemonnee terugbrengen. Die kan je terugbrengen? Ik denk dat die mevrouw hem kwijt is geraakt. En wij gaan het weer helemaal oplossen. Hebben we net over gehad, hè? We moeten zuinig zijn op onze spullen. Ja, dus ook op deze portemonnee. En ik moet ook zuinig zijn op mijn pet, dat ik die niet kwijtraak. Maar waar is hij dan? Hè? Hij is helemaal niet meer op je hoofd. Hè? Waar is mijn pet gebleven dan? Dieven? Misschien is hij wel gestolen. Misschien als we echt geluk hebben, dan vinden we vandaag de pet wel weer terug. Hier heb je heel weinig haar. Hier? Ja, ik word een beetje kaal, Pien. Wat was jouw favoriete dier ook alweer? Hondje van Sky. Maar jouw panterballon. Van wie zal die zijn? Hey, we hebben wel geluk vandaag. Misschien moeten we deze ballon gewoon meenemen. Daar is een muntje. Wat? Ik heb een muntje gevonden. Die lag hier. Lekker. Je hebt echt geluk vandaag, G. Ja, we nemen de ballon mee en ook de 2 euro, ja? Ik heb een idee, Pien. We gaan een kaartje kopen. En die gaan we eraan doen. Gaan we er wat opschrijven. En dan zeggen we, het staat erop, deze is van jou. Pien snapt er helemaal niks van. Ballonnie houdt van ballonnie. Oh ja, kijk. Zo, dit is al een mooie. Voor ballonnie. Dankjewel. Okay. Fijne dag. Pien, weet je waar ik wel zin in heb? Nee. Ik heb wel zin in een ijsje. Zullen we naar de ijskoewinkel? Wat, hè? Mensen? Maar kijk nou in zijn hoofd. Hij zit allemaal mensen in zijn hoofd. Hoe kan dat? Ja, dat is een tekening. Wat zijn ze aan het doen? Tongelen. Pien snapt er helemaal niks van. Pien heeft net in een uur het geluid geraden van 538. We hebben portemonnee gevonden, we hebben een ballon gevonden, 2 euro gevonden. Niet normaal gek. En we gaan ook
ijsjes kopen. Wacht, ik heb een goed idee. Weet jij hoe een muntje eruit ziet? Ja. Muntje heeft kop en munt, hè? Weet je dat? Ja. Dit is munt. Als hij op munt komt, dan mag je een ijsje. Maar jij hebt toch de hele dag al gelukt, dus ik denk wel dat het goed komt. Munt! Ijsje! Hij kwam inderdaad op munt. Voor de mensen die het nog niet begrijpen, dit muntje heeft aan beide kanten munt staan. Die groene chocola. Proef maar even. Lekker. Maar niet echt lekker. Ik vind het niet echt lekker. En dat is een probleem, Piet. Als hij weer op munt komt, dan eet ik jouw ijsje op, ja? Maar als hij er niet op komt, dan vreet je maar lekker zelf op, mag eens. Munt! Omdat het munt is, eet ik jouw muntijsje wel even op. Nou, bestel maar een nieuwe. Vind je hem lekker? Ik vind hem smerig. Ik ook. Kom, ga die kant op. Hé, misschien moeten we even iets op het kaartje schrijven. Weet je wat ik doe? Dan doen we het. Het is gewoon voor als je hem kwijtraakt, want we raken vandaag wel veel dingen kwijt. Deze van is... Zo, Pien. Heel mooi hartje. Lekker. Oh, netjes erin. Dit is hem. Heel goed plan, hè? Ja. Oh, yo, oh, yo. Hey, weet je nog dat we vanochtend etentje hadden gewonnen op de radio? Ja. Dat is hier. Hoi, hoi. Is hier Frisbee? Fristie, denk ik. Oh, denk je Fristie bedoel. We hebben allemaal broodjes. Hou je van brood? Wel met jam. Hebben jullie jam? Ja, we hebben jam. Oké, dan gaan we het hier maken. Nou, heb je lekker gegeten, Pien? Ja. Hé, ik mis mijn pet nog wel. Ja. Hier even kijken. Hé. Nee. Wat zie ik? Pien, kom eens. Pien, kom kijken. Kom, ik zag iets. Nee. Kom hier. Ik zag mijn pet houden. Volgens mij was iemand met mijn pet binnen. Pa. Zie je hem nou zitten? Goed man. Je hebt mijn pet houden. Ik zweer het je. Waar heb je die pet vandaan? Die heb ik gewonnen vandaag. Hij was hem kwijt en hij had dezelfde pet als jij. Waar ben je hem kwijtgeraakt? Ja, daar even verderop daar ook. Ja, heb ik hem gevonden. Ik heb nog staan schreeuwen van wie is deze pet en niemand reageerde. Want wij waren ook bij een restaurant. Ja. Nou. Hé, hey, dankjewel. En hoe kom je aan die ballon? Heb ik gevonden op de schaal. Echt hoor? Wat een geluk. Dus het is echt je geluksdag. Nou, ik zit hier dus en ik ben allemaal spelletjes aan het spelen, maar ik kom er maar niet uit. Misschien kun jij me helpen. Want het lukt mij dus steeds niet om 6 te gooien. En misschien... Ik kan heel goed 6 gooien. Je kan niet altijd 6 gooien. Ik heb eens een keer geraden wat het geluid was en het was gewoon handig. Dus ja. Ik kan ook dobbelsteen gooien. Als je hem in het kopje gooit? Tja. Wow. Oh. Wat is... Ja, dat is niet te geloven. Probeer het nog eens een keer. Oh my god. Nou, ik laat je nog 1 keer doen. Hé? Oh! Hoe kan je altijd 6 gooien? Omdat ik heb een geluksdag. Boeien. Ja, in dat geval heb ik nog wat anders. Wat dit spelletje, dat heeft nog nooit iemand gewonnen. En als jij er een aanwijst, dan haal ik die weg. Dan blijft er eentje over. Allemaal staat er 0 euro op. En op 1 bon staat 50 euro. Ik kom er niet uit. Wijs jij er een aan? Deze? Denk het. Oké. Okay. Die gaat weg. Die? Is? Is mij. En deze? Of die? Die weg. Oké. Okay. Helemaal goed. Daar staat 50 euro op. En deze dan? 0, 0, 0, 0. Nou, ik heb geluksdag, dus ik kan ook goed raden. Alles kan ik. Niet te geloven. Wat voor dag heb jij, joh? Geluksdag. Zo. Geluksdag. En de dag is nog lang niet voorbij, dus wat gaat er allemaal nog meer gebeuren? Ja, geluk, geluk. Hey, bedankt weer, oude magier. Heel graag gedaan. Geluk is geluk, hè? Kijk, dit is echt het punt waarop Pien ook overtuigd is. Deze dag is niet normaal. Zo. Pien, jij hebt echt een geluksdag vandaag. Ja. Kijk, we zijn bij het huis van de portemonnee. We moeten nog even terugbrengen natuurlijk. Ik ben heel moe. Oké. Okay. Let's go! Laat hem maar in de auto, want anders gaat hij door de regen wegwaaien. Here we go! Het laatste deel van ons avontuur. Wacht even, ik leg even de... Tja, kom. Dit is hem. Is deze portemonnee van u? Wow. Ja, die is van mij. Maar wat zit er nog meer in? Er zit een bingo kaart in. Wil je meedoen dan? Nou, hartstikke fijn, dankjewel. Ik was hem ook echt kwijt. Hè. Ja, maar gewoon op straat. Niet. Hey, maar we zijn aan het spelen om Sky. Wat was jouw favoriete dier ook alweer? Hondje van Sky. Ik denk dat ik wel ga winnen, want ik heb toch altijd geluk. Nou, let's go. B8. Ja, lekker. Ik heb mijn
geluksdag. Zo, even kijken. Dit is M31. Dat is wie? I26. Ja. I24. Ik ben bezig. I29. B1. Mijn 13 moet je hebben. Nou, Pien. Dat was de laatste dan. Woehoe! Je hebt gewonnen, Pien. Hoog prijs, hè? Alsjeblieft. Bedankt. Tik hem aan, ouwe. Hebben we gewoon hier even een potje bingo gespeeld. Augeliksvogel. Doei! Ik vind het ongelooflijk. Jij hebt zoveel geluk vandaag. Een geluksvogel. Yep. Huh? Waar is mijn ballon is gestolen? Wat zeg je? Waar is het touwtje en de ballon? Hè? Oh nee! Ik denk dat er verjaardagdieven zijn. Dat hij gewoon een panterding wil stelen. Hè? Maar nu heb ik wel een nieuwe Sky. Dus dat ben ik weer blij. Beste maatjes, Sky. Met jou of nee? Ja. No, God! Misschien is hij gewijd naar het huis. Dus jij denkt dat de ballon naar jouw huis is gewijd? Er is wel veel wind. Kans is klein, maar hey. Maar als je thuis komt, ga je dan alles aan je ouders vertellen? Alleen bingo. En de rest niet? Nee. Waarom niet? Geheim. Dat is wel ons geheim, ja? Sky, 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 die sky. Sky, 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 die sky. Wat doe je? Flow een beetje op jouw beat. Pien, er is iets heel raars in de tuin. Je moet even kijken. Wat dan? Ik zie een ballon daar. Dat is heel raar. Huh? Wat is dat? Hoe komt hij hier? Ik denk dat hij gewijd is naar mij. En wat staat erop dan? Wat staat deze erop? Is van Pien. Ja. Love you. Huh? Dat is maf.